ja, de combinatie met het gerecht, met die chocoladetaartje van pure chocolade. Vond ik heel erg goed bij elkaar passen. De volgende gerecht met de espresso was voor mij ja, de kaas overheerste de koffie. Dus ik heb de koffie niet echt goed kunnen proeven. Ja. Martine gaat beginnen met het spoelen van het filter. Dit om zoveel mogelijk eventuele papiersmaak van het filter eruit te halen. En als die niet gespoeld is en er komt koffie in, dan zul je zien dat die echt helemaal bruin wordt, helemaal tot aan boven. Dus dat is ook niet zo fijn. We hebben de filter, die haalt ergens de zure en de vette uit de koffie. Deze koffie zal dus ook geen crème laag hebben, wat velen associëren met een goede koffie. We gaan nu eerst voorwellen. Dat is dat we alle koffie, normale koffie, in aanraking brengen met het warme water. Het water is zo'n 95 graden. We laten hem eerst helemaal wellen totdat alle koffieprut maximaal is uitgezet, zodat we straks de maximale smaak uit de koffie kunnen halen. Hoeveel gram koffie gebruik je? Normale koffie en hoeveel water? We hebben nu een verhouding van 42 gram op 700 milliliter gekozen. En als het voorbeeldproces is gedaan, wordt de rest van het water opgeschonken. Door het spoelen van het filter is meteen de kelk van de Chemex voorverwarmd. Zo krijg je ook niet dat het eerst afkoelt en daarna weer wat warme koffie erbij komt. Dat is allemaal zonde en verlies van de smaak. Ten opzichte van die editie en nu? Mensen hebben ook dezelfde. Ja, ik vond het heel mooi om te kunnen vergelijken. En zoals Pascal ook al zei, vorige keer zijn dingen wat zwaarder aangezet. Dat was nu wat afgezwakt. Maar ja, ik ben geen kok, maar ik denk dat de koks hier nu ook heel veel inspiratie hebben kunnen uithalen.